Op 20 november wordt wereldwijd de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind gevierd. In dit kader heeft de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid, NCUK, een Facebookpage gelanceerd. Deze page gaat over kinderarbeid, met name gericht op preventie en hulpverlening. Minister Suwarto Mustaja van Arbeid, die bijgestaan door enkele schoolkinderen de launch verrichtte, gaf aan dat in Suriname lange tijd niets gedaan is met betrekking tot de wetgeving als het gaat om kinderarbeid. De bewindsman wees de aanwezigen ook erop dat in een aantal landen kinderarbeid meer regel dan uitzondering is. En dat is niet goed, want kinderen horen dus niet gelijk van kinds af te werken, zware werken verrichten, je noemt het maar. Ook in ons land, als we over kinderarbeid praten, dan zien we een beeld, het stadsbeeld van knippenverkopende kinderen. En ik denk dat jullie daar niet mee eens zijn, want nee. Kinderen moeten van hun kindsjaren genieten, moeten naar school en moeten niet een bijdrage leveren om moeder of vader te helpen om extra geld te verdienen. Dus dat willen we ook niet. Dat is toch zo? En daarom hebben wij ook die wet recentelijk ook goedgekeurd. Daarom hebben wij ook een nationale commissie uitbanning kinderarbeid. Verschillende ministeries, NGO's, vakbeweging en het bedrijfsleven zitten in deze commissie. Mustaja benadrukte dat er regels en wetten gemaakt moeten worden waaraan een ieder zich moet houden. Daarmee weerspreekt hij de suggesties dat de wetten slechts papieren tijgers zijn waaraan niemand zich houdt. De arbeidsminister feliciteerde de Nationale Commissie met de start van de Facebookpagina. Want sociale media is normaal nu, dus we gaan daardoor dus meer mensen dan bereiken en zij kunnen ons bereiken. Dus ogenschijnlijk een kleine onbelangrijke zaak, maar ik dacht het niet wat mij betreft. Wij geven nu invulling aan wat we in het parlement hebben we goedgekeurd. En wij geven ook invulling aan het feit dat wij ook wat wij internationaal overeenkomen, dat wij inderdaad ook daaraan ons houden. En wij willen alle mensen hier en hier niet vertegenwoordigd, en ook de mensen dus die in de commissie vertegenwoordigd zijn, en daarvan ga ik uit dat daar de beste mensen van de organisaties zitten om ervoor te zorgen dat deze keer deze commissie inderdaad gaat laten zien dat zij kindvriendelijk hebben opgetreden. Minister Mustaja van Arbeid vanmorgen bij de lancering van de Facebookpagina van de Nationale Commissie Uitbanning Kinderarbeid, NCUK, in het kader van de Internationale Dag voor de Rechten van het Kind, die op 20 november wordt gevierd. De lancering vond plaats in de vergaderzaal van de minister van Arbeid aan de Eddy Brumastraat.